Hey, die David, jongen. Wat staan we nou weer buiten en niet binnen in je huis? Ik heb een nieuwe vriendin en die wil ik even aan je voorstellen. Ah, het is een robot! Leonard, meet Slamman. Slamman, meet Leonard. Hallo. Lekker ding, hè? Nou, niet echt. En hoe is jullie seksleven, in godsnaam? Nou, een beetje beroerd. Ze weegt namelijk 110 kilo, maar vecht er wel een robotje. Maar ja, daar is ze ook voor natuurlijk. Want Slamman is een elektronische bokspop met een kleine computer om je fitness en je bokspraktijken te verbeteren en te trainen. En wat gaan wij nu doen dan? Wij gaan samen naar de sportschool. Hey, lig je lekker? Sst, ze ligt te slapen. Hij heeft wel weer een zwaargewicht uitgezocht, hè? Zo. Kijk uit voor je rug. Nou, David, waar heb je me mij naartoe genomen? Naar UZT Sportschool. En wat is dat in godsnaam? Dat laat ik de heren zelf vertellen. Nou, dat is een school gericht helemaal op een gevechtpunt, zelfverdediging. En de hoofdmoot is Kung Fu, Yong Chun. Oké, dat is bloedlink shit dus. Vrij weinig. Kijk je uit, jongen. En wat we net zagen, is dat een soort van de analoge versie van dit? Nou, wat verfijnder. Dit is eigenlijk meer een vervanger van een bokszak. Met een elektronische computer om je te trainen, met een trainingsschemaatje. En daar gaan we even naar kijken. Wat zit er dan allemaal in dat apparaat? Nou, het computertje. En hier zie je een aantal ledjes. Ja. En er zitten sensoren in. Als ik het programma aanzet, voor beginners, dan gaan die lampjes met een bepaalde willekeur. De bedoeling is dat je het volgt. Ja. Net zagen we dat de lampjes met willekeur gingen branden waar je dan op moet slaan. En nu gaan we het doen dat ze blijven branden. En als je hard genoeg slaat, dan gaan ze uit. Want dit is een drukgevoelige sensor. Je mag. Leuk ding voor op de zolder om je uit te leven. Nadeel, hij maakt een hoop lawaai en stuiten, dus je buren zullen er last van hebben. Maar al met al toch een grappig ding. Ja, je krijgt in ieder geval zweetdruppeltjes op je voorhoofd. Hij doet zeker wat hij belooft, hij doet je zweten. Misschien niet geschikt voor een sportschool, maar voor thuis. En ik denk dat hij best wel redelijk lang gaat. En die irritante piepjes? Ja. Ik denk dat ik hem zelf al heel snel die computer niet eens op zich zou gebruiken, maar gewoon de timer en een lekker vrij erop los zou komen. Dus ik zou niet al te veel waarde hechten aan die computerprogramma programmeren. Dus dat ding zou eigenlijk gewoon een paar honderd euro goedkoper kunnen als die elektronica er niet in zat? Nou ja, misschien ja. Ik denk dat sommige mensen het wel leuk vinden. Dus? Dus, nou, prima ding om er lekker op uit te leven. Dus, tot volgende week dan maar weer. Ja. Hey David, met Leonard hier. Hey. Hey David, wat kost dat ding eigenlijk? Ik ben helemaal vergeten te vragen. Slamman kost 369 euro. 369 euro. Nou, dan weet ik dat. Tot volgende week. Wat voor relatie hebben jullie? Een knipperlichtrelatie. Ik kan het iets minder droog, alsjeblieft. Wat voor relatie hebben jullie nou? Ja, een knipperlichtrelatie.
Wat moet ik er nou na doen? Ik weet niet wat ik erna moet doen. Wat voor relatie hebben jullie daar? Kipperlichtrelatie.